Vandaag gaan we naar Erice. Dat is een heel oud stadje hier, vlakbij de stad Trapani. En die staat op een mega hoge berg met een supermooi uitzicht. Ja. Het is echt stralend weer, dus lijkt me erg mooi om vandaag te zien. Je kan ook weer de kustlijn zien en de eilanden. Ja, want het is iets meer in de bergen. Ja, we moeten een behoorlijke berg op. Volgens mij is het een vrij losstaande berg. En die kijkt helemaal uit over de stad en over de kustlijn. We hebben ons water nog even gevuld hier. Het is echt wel een fijne camperplek eigenlijk. Want je kan gratis je water vullen. Supermooi uitzicht, zolang je maar aan deze kant van de parkeerplaats staat. Bij het hekje, bij het water is heel aantrekkelijk natuurlijk. Maar daar word je weggestuurd, 's ochtends voor 8 uur. Dus daar kan je s'avonds wel staan, denk ik. Maar wij drinken ook nog even onze kopje thee op. Want mijn koffiepot is, ik heb een Franse pers die is van de week kapot gevallen. Dus ik moet toch echt even wat anders hebben. We gaan even oploskoffie kopen, denk ik. Totdat we een nieuwe vinden. We hebben wel een paar alternatieven gezien. Je hebt ook zo'n, ik weet niet eens hoe het heet, espresso maker. Zo'n Italiaans potje die op het vuur zet. Yeah. Ik heb ook geen idee hoe dat werkt. Nu waren de markt nog vrij duur. Dus als we die wat kunnen vinden, dan is dat een alternatief. Want ik weet niet of ze hier van die Franse persen hebben. Ik heb ze nog niet gezien. Nee. Dus we drinken een kopje thee even op en dan gaan we een uurtje rijden naar Erice. Ja. Respect voor deze man. Wat een baas. Ja. Yo, beste hobbels. Wow. Uitzicht. Zo. Supermooie parkeerplaats hier zo aan de rand. Boven op die berg. En dat waren echt 10 asfaltbochten of zo. Ja. Behoorlijk eind omhoog gereden. En Erice is een super oude stad. Een paar kerken te zien, een kasteel en hele oude stadsmuren. En het uitzicht hier rondom, dat schijnt super mooi te zijn. Nou, dat zien wij nu ook al natuurlijk. Ja, echt een van de mooiste uitzichten van het eiland, hè? Ja, klopt inderdaad. Je kan volgens mij op de andere kant de eilanden zien. Ja. En over de stad en de zoutpannen aan de andere kant. Dus we gaan een mooi rondje lopen om de stad. Kijken of we de mooiste uitzichten kunnen bekijken. Ja. Dit is ook een camperbus. Extreme, kan haast niet. 4x4. Een lier voorop. Wat een sprinter, joh. Dopamine. Heel vet. Hier hangt de stadkaart. Daar houden we van. Eens kijken of we een aantal van deze dingen kunnen bekijken. Het is echt een soort driehoek. Volgens mij zit er rondom echt een stadsmuur. Ja. En dit is een route volgens mij. Routes met nummertjes, dat is wel. A friendly walk around Erice. Dat is nog wel eens handig. 15. Daar zijn we nu. Ja. Nou, dan gaan we gewoon rondom. Gaan we eens die kant op. 14? Ja. Nu zie je echt hoe hoog we zijn, hè? Ja. Oeh. Kijk deze wolk, ja. Verdwaalde, hè? Ja. Hangt heel laag. Verwaait helemaal. Maar het is wel echt een wolk. Het is geen rook of zo. Nee, het is een wolk. Nou, dat er zulke mooie plekjes bij ons is, dat ik overal wil vliegen met de drone. Dat ik alles wil zien. We zijn nog niet eens in de stad. Dus het duurt altijd wel even langer. Dit was ons eerste punt. Ja. Dagelijkse vlogfilmen van ons, dat duurt altijd wel aardig lang soms. Ja. Zeker als we op zulke plekken zijn. Maar ja, alles is mooi. Met dat de drone. Ja, alles is mooi. Nu lopen we richting het kasteel, dat is op de andere hoek. Kasteel van Venus heet het volgens mij. Die is nu wel gesloten. Dat zag ik op Google. Alleen ik denk dat we er wel omheen kunnen lopen. Ja. En die is dus weer op de andere punt van deze rots. Want het is eigenlijk zo'n driehoek, de hele stad. Ja. Ik had hem al gezien. Ja, ik wou aankamer rijden, hadden we hem ook al gezien inderdaad. Maar goed voor je kuitspieren deze stad. Echt wel. Gaat allemaal op, hè? San Giovanni Battista. Dat is deze kerk. Een aparte vorm, hè? Ja. Wow, koepel. Groter dan de rest. Schijnt ook al heel oud te zijn. Gerenoveerd en uitgebreid. Er zijn veel kerken hier. En dit is toch echt al de stad. Muur. Hier begint het, ja.
Ja. Zo voelt het wel, hè? Hier al is een mooi fotoplekje. Kan Annemiek dan erop zitten? Wat doen? Nee. Wil je niet, hè? Nee, ik niet. Dit is een soort turret. Niet heel bijzonder. Wel mooi, maar het kost ook weer 5 euro om in te gaan. Ik vind het wel heel duur. Tja. Een klein kerkje. Het is ik weet niet eens, een toren is het volgens mij. Een wandelpadenbordje. Eritse 0, Datilo 14 kilometer, Camarina 615 kilometer. Jeetje. Die kant op. Nou. We gaan wel terug. Ja. Een Torretta Pepoli. Het is een huis uit de 18e eeuw. Met heel veel mooie torens op een klif. Dus het is ook geen kerk, het is gewoon een huis. Ja, het ziet er van een afstand wel heel gaaf uit. Vast heel mooi om in te kijken. Maar wij gaan nu naar het kasteel. En dat is hier nu boven. Ja, dan moeten we een heel stuk klimmen. Ja, nu moeten we eerst dit behoorlijk steile pad weer omhoog. Nog hoger. Nog hoger. Daar is het huisje van net. Elke keer heb je weer een heel andere kijk. Ja. Ergens op. En dit is het Castello di Ballo. Volgens mij heeft deze juist uitzicht op het andere kasteel. Inderdaad, daar. Ja. Dat is een heel oud kasteel. Beetje ruïne ook. Ja, daar links, ja. Ik weet niet of we erheen kunnen, eerlijk gezegd. Ik zie geen weg. Misschien er omheen. Want hier kunnen we niet langs nemen. Dit is dus ook een kasteel. En hier staan ook allemaal hekken omheen. Ja, lijkt wel gewoon hekken omheen. Ja, volgens mij kan je er nu echt niet in. Nee. En dit is het kasteel ruïne van ja. De Venero, uit de 12e eeuw. Ik zie een oranje hek staan. Oh ja. Daar kunnen we niet heen dus. Maar we kunnen wel tot aan daar. Ja, dichterbij zien we niet meer. Dat is dus echt wel een hele mooie kasteelruïne. Daar zien we niet heel veel van. Alleen vanuit de lucht een beetje. Gaaf, hè? En dit is de andere hoek. Dus het uitzicht over Trapani. En de Egarische eilanden daarachter. Ja. En de zoutvlaktes. En de zoutvlaktes van Trapani. Zo. Wat een uitzicht over die stad. Die zoutvlaktes zijn ook groot. Oh ja. Jeetje. Wauw. Superveel flatgebouwen, hè? Ja. Wat mooi, joh. En daar heb je de Egarische eilanden, zo heten ze. Ja. Ook mega mooie eilanden op de plaatjes als je dat ziet. Daarachter. En de zoutvlaktes. Ja, die zijn ook groot. Die zitten pal tegen de stad aan de zuidkant van de stad. Die zitten daar. Gaaf. Mooie haven heeft deze stad ook. Zo. Erg mooi dit uitzicht. Dit is een rots, die is ook 750 meter hoog, lazen we net, toch? Ja, 750 meter, ja. Ja, heel hoog. Heel mooi uitzicht over Trapani. Daar gaan we morgen heen. Ja. Gaan we dan de stad even bekijken. In ieder geval de zoutvlaktes lijken ons heel gaaf om te zien. En de haven misschien ook. De haven is ook vet, ja. Nu hebben we de zuidoosthoek gehad, dat is deze. En dan hebben we nog één hoek over van het driehoek. Daar gaan we nu even heen. Ja, dat is nog een toegangspoort. En nog een kerk, volgens mij zien we die hier ook al vandaan. En dan kunnen we nog door het dorpje zelf heen teruglopen. Ja, even door het centrumpje lopen. Ja. Nu dachten wij dat we op de andere hoek, de westhoek bij Trapani, ook nog een uitzicht zouden hebben. Maar hier is de kabelbaan, die vanuit de stad volgens mij omhoog gaat. Ja, nou ja, vanuit de kabelbaan heb je wel een mooi uitzicht. Dat denk ik ook. Maar we gaan niet naar beneden. Nee. Maar hier is dus ook de oude stadspoort. Dus we gaan hier gewoon het centrum in lopen. Ja, ziet er ook wel heel leuk uit. Nou, dan gaan we nog even wat kerkjes bekijken hier. Ja. En even naar de supermarkt. Dat moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Nee.
Want die is nu nog open. Ja, die sluit straks weer. Die sluiten hier al vaak om 1:30 of zo. Ja. De kleinere supermarkten, die hebben dan volgens mij een siesta. Want ze gaan... En dit is de oude stadspoort. Ja, mooi hè? Ja, echt wel. Kleintje, ja. Passen jammer genoeg wel auto's erin. Supermooie toren. En deze staat bij de Mother Church, moederkerk van het dorpje. Nou, het laatste stuk door het hoofdstraatje van het dorpje teruglopen. Gaat ook mooi omhoog. Oh, de kerstboom staat er nog. Paasboom is. Oh, paasboom. Denk ja, niet? Dat zou kunnen, dat kennen wij niet. Maar... Ik zie wel kippen erin hangen. Oh, oké. Okay. Dat zal ongetwijfeld waar zijn, ja. Ik denk dat hier iets plaats heeft gevonden. Ja, dat lijkt het wel wat. Goeie constatering. Zoek toch naar een supermarkt, maar... Lijkt niet helemaal goed aan, hè? Raar. Hey, Chris. Nee, jongen. Hij heeft een gebroken staart. Wat sneu. Zielig. Nou, die supermarkt bestaat niet in het dorp. Daar zijn we wel achter. Hij moest er wel om lachen. Ja, hij moest even gevraagd bij een winkeltje, man. Hij moest er direct om lachen. Ik denk dat hij het wel vaker hoort. Ja. Misschien zat zijn winkel juist wel nu op die plek. Ja, of iemand heeft, ja, het bestaat gewoon niet. Nee, het is niet anders. We gaan terug naar de auto. Hoofdstraatje was super mooi. Het wordt ook alweer wat drukker hier. Maar het is ook etenstijd. Dus wij hebben het hele stadje ergens wel gezien. En we hebben honger. En we hebben honger, ja. Nu nog onze weg terugvinden, want het is wel een dolof van steegjes. Ja. Gaan we goed? Ja. Hier naar beneden. Naar beneden. Dit uitzicht ziet er weer bekend uit. Ja. Echt wel het mooiste uitzicht, toch? Ik vind het wel, ja. De kust en de zee. Alhoewel, kan je niet helemaal richting Trapani naar de haven kijken. Rups. Dat is jij. Zo. Blijft zo super mooi uitzicht. Bellissima. Bellissima. Dat zeggen ze. Het is een stuk drukker geworden. We zijn weer bij het bussie. Eritje was echt super mooi. Ja, uitzicht is ongelooflijk. Ik geloof wel dat het een van de mooiste uitzichten is van Sicilië. Ja, we hadden er ook absoluut een hele mooie dag bij. Heel mooi helder weer. We weten nog niet of we hier blijven staan. We gaan eerst even eten. Ja, ik heb echt honger. Ja. Het is ook aardig druk met de campertjes, maar... Het is ook wel echt een mooi plekje. Ja. We gaan even buiten zitten, even wat eten. Ja. We hebben natuurlijk wel echt een mooi uitzicht hier. We hebben onze boterhammen weer op. En... Nu staan we hier natuurlijk op een hele mooie plek, maar er schijnt op deze berg nog een paar andere plekjes te zijn. Die ook een heel mooi uitzicht hebben. Dan zijn we hier even weg van de camperplek. En dan hebben we misschien even een mooi uitzicht voor vanavond, van de zonsondergang. Dus we gaan even kijken. En dan laten we de supermarkt gewoon zitten. Kijken we dan morgen wel even in de stad naar. Ja, want je hebt hier gewoon geen supermarkt. Nee, dan moet je de berg afrijden en dan, dan rij je ook niet meer die berg op. Dat is gewoon een mooi plekje. We gaan even kijken. We hebben twee plekjes die we even willen zien. Even checken of het wat is. Het is helemaal dichtgegroeid. Oh echt? En volgens mij is de plek hier links omhoog, maar dat is ook helemaal weg geregend. Op naar de volgende dus. Ja. Ook een beetje begroeid, hè? Maar dit is het al, toch? Ja, dit is het. Het lijkt wel alsof we echt in een bosje staan. Ja. Zo'n mooi uitzicht. Heel goed uitzicht. Maar dat is zo'n wolk boven, hè? Boven dat eiland, ja. Ja. Dat is de stad en de zoutpannen. En dan denk ik dat de zon daar tussendoor onder gaat. Ik denk het ook. Of we zien het net niet of we net komen. Dit is het minder mooie uitzicht. Dat zie je dan wel niet. Dat zie je mij ook niet het park vanuit, maar hier staan we dus bij. En de kabelbaan, die gaat daar langs. Als het goed is, staat die 's nachts wel uit. Daar ga ik vanuit, ja. Horen we hem ook niet. Nee. Nou, dat is nogal verlaten gebouw. Wij gaan vanmiddag nog even achter de laptop werken en even lekker van de zon genieten. Tot morgen. Vergeet niet te abonneren. Doei doei.
Sick.